Het was 5 februari jarig. Onze verslaggever Dennis Lakenwel is op pad gegaan om leerlingen te interviewen. Hij vroeg aan Danny de Jonge hoe het feest was. En Danny antwoordde dan: we hebben heel veel leuke dingen gedaan. Zoals eten, drinken, gezongen en toneelstukjes gedaan. Zoals je hoort was het reuze gezellig. Er ligt veel hondenpoep in de zandbak van het kompas. En daar willen we wat aan gaan doen. Hier is Willemieke de Jong. Wat wilt u daar gaan doen? Ze willen voor de lente de zandbak leeggraven. De rekken moeten opnieuw geverfd worden. We hopen dat het gauw gebeurt. En wilt u ook nog nieuwe rekken erbij zetten? Dat weten ze nog niet. Oké, komt er nog een tuin of zo? Daar heb ik er niks over gezegd. Nu. Vandaag was het mooi weer in heel Nederland. Hier, de zon, heel veel zon. En in Lexmond hier ergens. En in Zeeland veel zon. Groningen, Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. En morgen wordt het... regenachtig in Noord-Nederland en in Limburg. En hij is gisternacht ingebroken bij familie Hagenwater. Aan de telefoon Kim Buizert, heeft de politie al iemand opgepakt? Nee, maar we zitten op het goede spoor. We weten dat hij of ze uit de Dorpstraat woont. De politie is heel de nacht aan het zoeken geweest met speurhonden. We hebben voet- en vingerafdrukken. Als we haar of zij vinden, krijgt hij een half jaar gevangenisstraf. We hopen dat we ze vinden. Oh ja, dat is daar. Tussen Hout en Otterland ligt 7 kilometer file door een aanrijding. Voor het kompas 5 kilometer file door projectaanbod op het kompas. 1. Het sportnieuws. De achtste moesten de heren 5000 meter geschaatst worden. Het oude record stond op 6 minuten en 30 seconden. Bart Veldkamp had het record al gauw verbroken. Maar toen kwam de beer van Lemmer. Die had het ritme al gauw te pakken. Maar toen kwam de recordhouder op het ijs. Hij had de 5000 meter zo afgelegd. Dat had hij in 6 minuten en 22 seconden gedaan. Hier is het sportnieuws van Wendy. Hier zijn de berichten uit Lexmond, Groningen en Vianen. Groningen, arm gebroken. Een 12-jarige jongen uit Groningen heeft gisterenmiddag zijn arm gebroken toen hij met op de Wijnkoperstraat ter hoogte van de Pisa flat in zijn woonplaats met de fiets tussen twee paaltjes wilde heen rijden. Hij werd overgebracht naar het Beatrix ziekenhuis. Ballon mag alsnog over China vliegen. China heeft 3 Europese ballonvaders gisteren alsnog toestemming gegeven zijn luchtruim te doorkruisen. Dat gebeurde een dag nadat de 3 besloten hun pogingen om als eerste non-stop rond de aarde te vliegen op te geven, omdat toestemming van China alsmaar uitbleef. De Breitling Orbiter 2 bevond zich gisteren ten noordwesten van Calcutta, India. En dat was op weg naar Burma om naar verwachting vandaag te landen in de hoofdstad Rangoon of Pegu. Ja.
nu? Dames en heren, het is 9 uur. Het is tijd voor de moppetoppers. Hallo, ik ben Ruben Lakenveld en ik heb een mop. Jantje staat met zijn vriendje op een strand. Zegt hij tegen zijn vriendje, ik heb wel eens helemaal naar Italië gezwommen. Zegt het vriendje tegen Jantje, dat kent toch niet? Wel, want ik heb in de boot in het zwembad gezwommen. Goedenavond, ik ben Jos Huiting. Ik ga de mop vertellen. Jantje zat in de klas en vraagt aan de meester, mag ik naar de wc? Nee, zegt de meester, dat kan niet, want de wc is verstopt. Dan ga ik hem wel even zoeken. Er gaat zo'n rijke vrouw, die gaat elke woensdag naar de dokter. Maar op een woensdag komt ze niet. Zegt ze, nou, die woensdag, daarna komt ze weer wel en zegt ze, sorry dokter dat ik niet kwam. Ik was ziek. Jantje en zijn oma wandelen op straten. Of zegt Jantje vaak veel te liggen. En toen zei Jantje, mag ik het oprapen? Toen zei zijn oma, nee, alles wat op de grond ligt is vies. Toen zegt hij, tientje liggen. Toen zei Jantje, mag ik het oprapen? Nee, alles wat op de grond ligt is vies. Toen zegt hij, gaat het veel liggen. Toen vroeg Jantje, mag ik het oprapen? Nee, zei oma, want alles wat op de grond ligt is vies. Toen zegt hij, 1000 liggen. Toen zei hij, mag ik het oprapen? Nee, alles wat op de grond ligt is vies. Later lag de bananenschil op de straat en toen gled oma erover uit. En toen zei de oma, wil me even overeind helpen? Nee, alles wat op de grond ligt is vies. Dames en heren, dit is het einde van het programma Bobstam. Nu komt de school in uit het woord. Ze gingen gauw naar moeder toe. Moeder, draag ik een hond? Dan kan die op het wassen. Moeder lacht ineens. Dat heb je leuk gedacht hoor. Maar een hond is erg duur. En wie moet er voor hem zorgen? Als ik terugkom.